De eerste prijs 2015 is binnen in de nog jonge geschiedenis van de handbalclub van OCI Nitrogen Lions. De nationale beker is binnen. We hebben er dan wel twee. Maar één is de wisselbeker en één is de beker die ze mogen houden. En zo. Ja, en ik moet zeggen, de bekers ruiken heel erg naar bijen. En je zult straks zien wie dat kunt. Die als aanvoerder moet dit een fantastisch gevoel zijn met de kleine op de arm. Die huppappen op het shirtje net zo. Oh man, de zwans wat er is. Het is natuurlijk relatief als ik kijker heb. Maar die hebben zo lang veel gewerkt. Vrij natuurlijk de Benelink al gewonnen. Maar dan wil ze in Nederland ook prijzen pakken. En, we zijn al zoveel jaren het werk en het trainen en het sleuren en het slijpen. En, dit is zo ja. Hier hebben we het veel gedaan nu eindelijk. En hier gaan we echt wel van genieten. Want die hebben al dit wat bloed, zweet en tranen. Eindelijk Volendam verslagen. Ja goed. We hebben het zelf moeilijk gemaakt natuurlijk ook qua kwaliteit van Volendam. We rijden niet zo wie laten moeten komen. We hebben meer kwaliteit in de ploeg. Met alle respect voor Volendam. Maar dit waren op het einde gewoon vechten. En soms moesten ze gewoon vechthandbal spelen en de mentaliteit doorgaan. En, ik kan alleen maar complimenten maken naar het team en naar de staf en naar alle fans. Alle nu achter de schermen. Lions leunt nu zeer, dat doet eindelijk. Het handballen toe is wat heurt bij ons in het zuiden. Prettige duels hebben ze goed gevochten. Ja, het ging vandaag aan en toe, maar ik denk dat het is wel sportief gebleven. En ja, goed, we zijn gelukkig aan de goede kant van de dingen gekomen. Volendam komt terug op twee doelpunten verschil. Ze toen toch behoorlijk nerveus geloof ik, hè? Goed, ze kwamen inderdaad goed terug. Hebben we even met elkaar overlachen binnen het veld van oké, okay, hoe gaan we dat oplossen? Kop erbij houden en daarna hebben we, ja, goed, hebben we het samen goed opgepakt. Dat is natuurlijk een finale wedstrijd en iedereen staat onder, toch wel onder enorme druk. Wij blijven misschien wat te lang met dezelfde opstelling spelen. En dan zie je dat we iets wat slordig werden in de dekking. Nou, op een gegeven moment pakt Kappel een paar sterke ballen in die periode. Ja, en dan zie je dat het toch uiteindelijk nog wat spannend werd. Alleen wij hadden niet het gevoel dat we die wedstrijd uit handen zouden geven. Ja, we blijven zo werken en we blijken elke keer, we beginnen weer opnieuw. En zo is het uiteindelijk, ja, vele doelpunten verschil. Ja, terecht overwinning, denk ik. En de dag begon zo groot voor dich hier, je kreeg ze meteen in de prijs goed gereikt, hè? Ja, klopt, ja. Wel een beetje een verrassing voor mij. Want talent van het jaar wordt niet van te veel gezag, hè. Dus de andere wel nominaties, maar dat niet. Ja, een leuke prijs, wel leuk die waardering die ik daarvoor kreeg. En, maar dit is wel leuker en hier heb ik het hele jaar voor gewerkt. Ja, Joris, hups en vast en dan leert ze hem volgens mij niet meer los. Nee, dat is een geweldig gevoel om eindelijk eens een keer de beker te halen ook. En vooral naar de Benelink. Dus ja, en we willen natuurlijk meer, hè. En het smaakt ook nog meer. Dus ja, maar dit is al een heel geweldig gevoel. Vanavond feesten? Ja, nou zeker. Het is morgen vrij, dus vanavond goed feesten. Ik heb me zo verheugd op deze dag en ja, mogen tevreden zijn, denk ik. Meer als tevreden? Ja, meer dan tevreden, ja. Ja, eerste prijs voor Lions, eerste echte prijs voor Lions is binnen en ja, is fantastisch. Smaakt nog meer? Smaakt nog meer, zeker weten, ja. We moeten wel nog even de puntjes op de i gaan zetten voor de play-offs. Maar ja, deze prijs is binnen en ik kan het nemen zoals maar afpakken. We hebben zo een persoonlijke prijs gekregen vanmiddag. Ja, klopt, ja. Ik ben goed verkozen tot de meest waardevolle speler van de Eredivisie. En ja. Dat is mooi metgenomen. Ja, dat is een prijs die wordt toegekend door alle trainers in het Nederlands handbal. Zeker weten, ja. Dus, alle trainers hebben daar een stem in. En, ja, ik ben vereerd dat ik degene mag zijn die als meest waardevolle gezien wordt. En, ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Maar ik ben meer blij, zal ik toch zeggen, met de beker eindelijk. Want daar hebben we toch echt met z'n allen zo half uur getraind en zo naartoe gewerkt tot dat echt ja, super is gewoon. Ja Marco, 2,07 meter plezier en bleach op. Ja, misschien nog wel meer. Want daar gruizen van, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dit is, ik zei net 5 jaar lang voor gewerkt en vandaag eindelijk ook in Nederland ja, de beloning. En dat is lekker. Op het laatst kwam de frustratie over de route. Maak ze een doelpunt en de keert zich meteen tegen die verdedigers van Volendam. Ja, ze waren een beetje aan het hakken. En ja, op zich misschien ook wel slim, want ja, het wordt spannend. En we hebben eigenlijk de hele wedstrijd best wel dik voorgestaan.
En dan op het laatste gewoon ze dan alles uit de kast halen om te proberen toch de wedstrijd nog te winnen. En we komen op 2 en dan werd het toch spannend. En dan, ja, als ze dan zo'n doelpunt maakt, ze nog een lange tijd op het geen gemak hebben. En dan komt ze weer op 3. Net nadat ze een flinke klap gehad is, ja, dan komt dat eraf uit. En dan is dat heerlijk om dat eventjes even eruit te gooien. Gewonnen, maar dan heb je het einde van de wedstrijd niet gehad. Wat is er gebeurd? Ja, dat klopt. Ja, ik kreeg in de eerste helft 2 keer 2 minuten heel snel achter elkaar. Waar ik ook van medestanders heb gehoord dat eigenlijk onterecht. Ik vond het ook heel raar. Zeker de tweede waar eigenlijk op zoek was naar wij het nu waar. Ik vond het heel raar. Ja, toen kreeg ik in de tweede helft stond ik toch weer in de 1. Ja, dat was wel terecht. En dat was mijn derde waardoor ik een rode kaart kreeg. Ja, toch steeds na die 2 teams of in de eerste helft. Monique liet hij toch spelen. En de scores ook meteen daarna, wie ze er weer in komt. Ja, dat klopt. Ik zei tegen Monique na die 2 minuten, ik heb 2 keer 2 minuten. Toen zei ze van ja, weet je wat, verwissel het gewoon even om. Dat Luc in de eindigheid dat zich op de hoek kan staan om nog de snelheid erin te houden. Ja, dat pakte goed uit. Ik was met de aanval vanaf de cirkel scoren. Dus ja, prima. Ja, met dit redelijke jonge team met een paar routiniers erin, kent je nog jaren vooruit. Ja, dat is sowieso. Dat is ook wat we altijd gezegd hebben. Dat we met het team moeten blijven samen blijven, moeten blijven werken. En zo is dat uiteindelijk gewoon het resultaat oplevert. Met gaat ervaren jongens erbij die gewoon ja, op de belangrijke momenten eigenlijk de leiding ook nemen. En ook gewoon mentaal zeggen van jongens, let op, je hebt nog 3 minuten rustig. Omdat we soms vaak als jonge gasten wil verblijven gaan, zeg maar. En dat is, ik denk dat er een goede mix is tussen jong en oud als een team. Ja, Monique, het is toch uiteindelijk volbracht. Ja, ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd hebben neergezet. Hè. Ondanks even 10 minuten in de tweede helft waarin we gewoon wat minder spelen. Wat ballen gaan missen. Kappel die een paar goede reddingen pakt. Ja, hebben we het gewoon goed gedaan en winnen we met 4 verschil. En dat is denk ik tegen dit Volendam een prima resultaat. Ja, had je dit verwacht van tevoren? Nou, ik had wel verwacht dat we zouden winnen. Ik had zoveel vertrouwen in deze ploeg. En ik heb ook tijdens de wedstrijd, ook nadat ze terugkwamen, geen moment getwijfeld dat we hem niet zouden winnen. Alleen de vraag was eventjes met hoeveel. Leuk die duel tussen Kai en Jansmet. Ja, er zaten een paar aardige duels tussen. En ik denk dat Kai het prima heeft gedaan bij ons. En Joren ook bij Volendam overigens. Ja, die maakt nu heel veel doelpunten, hè? Ja, die schiet zo makkelijk. En we proberen hem ver van het doel te houden. Dat lukt ook wel aardig, maar dan nog vliegen die ballen erin. Ja, Kai, ik geloof dat je er naar uit had gekeken om tegen je broer te duelleren. Zeker, altijd. Maar een finale maakt dat natuurlijk extra bijzonder. En dan gelukkig het ook nog ook tegen hem kon spelen in het veld. Dat hij er ook in stond en ik. Maar dat is altijd heel leuk inderdaad. Ja, dan kom je in de tweede helft tegenover hem te staan en je ontziet hem dus helemaal niet. Nee, dat zeker niet. Maar dat was me heel even. Maar dat, ik ga zeker niet aan de kant voor hem. En nu heb je van hem gewonnen. Wat zei hij na afloop? Ja, hij was teleurgesteld. Er zijn niet zoveel, maar hij was natuurlijk heel erg teleurgesteld. Maar dus we willen volgende week willen die natuurlijk weer voordeur opgaan. En dat is een nieuwe doel, voor ons ook. Maar hij was natuurlijk heel teleurgesteld. Ja, hij is eindelijk in de pocket inderdaad. Het heeft jaren geduurd voor jou, hè? Ja, nu 4 jaar geloof ik. Dus het mocht wel een keer gebeuren. Ja. De Beneliga was er al binnen. De beker is nou een mooie kerst en nou de cake nog. Ja, Roel, een hoop frustraties in de wedstrijd. Ook vanwege het warkfluiten van de scheidsrechters. Maar het einde is gewoon goed. Absoluut. Ik denk dat we het vooral aan onszelf te danken hebben dat we het ons moeilijk maken. Natuurlijk zijn er wat beslissingen die ons niet helpen natuurlijk. Waardoor je een heel stuk van die tweede helft in ondertal speelt. Maar... ja, eind goed, al goed. We bleven vechten, we bleven erin geloven en we wisten dat we de sterke ploeg waren. Dus terecht gewonnen. Je bent een van de ervaren spelers, maar de rest veel jonkies. Hoe pak je die bij de hand? Nou, die jonkies hebben ondertussen al genoeg meegemaakt. En die hoef je alleen maar op de juiste momenten gas terug te laten nemen. Want ze blijven altijd volle bak gaan. En ze hebben nu ondertussen zoveel meegemaakt, zoveel finales gespeeld zelf. En er nu ook 2 gewonnen al. Dat mijn rol daarin beperkt is. Nou, je blijft nog een jaartje langer Lion, dus er zit nog veel in het verschiet. Ja, zeker. Er zit ook nog rek in deze groep. Als je ziet hoe we dit jaar gegroeid zijn alweer ten opzichte van vorig jaar. We kunnen volgend jaar weer stappen maken, want we houden de groep nagenoeg compleet. Er komt nog wat versterking bij zelfs. Dus er zit gewoon nog rek in. En, we gaan gewoon volgend jaar sowieso een schitterend seizoen ervan maken. Maar eerst... gaan we dit seizoen voor het maximale en dat is die triple.
Voor de derde keer op rij werd de bekerfinale gespeeld tussen de Lions en Volendam. Drie keer is scheepsrecht. De Lions winnen verdiend met 29-25 en winnen hun eerste Nederlandse prijs, maar zeker niet de laatste.